Ik ben Maurice van Max Music en vandaag review ik deze Ashdown ABM 600 Evo 4. Zoals jullie kunnen zien heb ik die grote basgitaarversterker top er alvast bijgepakt. Wat dus eigenlijk kenmerkend is voor die grote Ashdown Evo's is dat dit weer een nieuwe serie is op de Evo-lijn. Dus voorheen had je de Evo 3. Dit is dus de Evo 4 van Ashdown. En het eerste wat daarin gelijk opvalt is die Ashdown VU-meter met dat lampje erin. Wat dus kenmerkend is voor die Ashdown versterkers en wat dus ook weer op deze nieuwe Evo-lijn geïnstalleerd is op de basgitaarversterkers. Ik ga vandaag met je door alle specificaties heen lopen en zal daarin van links naar rechts ook verschillende sounds laten horen hoe die versterker nou eigenlijk klinkt met verschillende presets op de versterker. Allereerst zien we hier links de input van de basgitaar die je dus zou kunnen inregelen. Zien we hier een shape-knop zitten om meer contour aan je basgitaargeluid te geven. Zien we hier een passief actief schakelaar zitten, afhankelijk dus wat voor type basgitaar je aansluit op de basgitaarversterker top, kun je dus ook inregelen hoe de basgitaarversterker reageert op het geluid van zowel een actieve als een passieve bas. Als we dan verder gaan kijken op die basgitaarversterker top, dan zien we hier een uitgebreide 9-band CQ zitten. En die 9-band CQ die kennen we ook al uit de Evo 3 van de Ashdown serie, die ook al bij professionele basgitaristen in goede handen is ontvangen. De onderste rij zitten nog een aantal andere knoppen. We zien hier zo de valve drive. Wanneer je deze knop inschakelt en hem dus wat verder opendraait, zul je zien dat hij dus wat meer signaal naar de eindbuis toestuurt om meer natuurlijke oversturing te creëren binnen de basgitaarversterker. Zien we hier een knop om de 9-bands EQ in of uit te schakelen. Zien we hier een knop om de dynamische compressie op de basgitaarversterker in te schakelen. De basgitaarversterker heeft namelijk een ingebouwde compressor zitten en met deze draaiknop kun je dus inregelen hoeveel compressie jij op je basgitaargeluid zou willen hebben. Dan hebben we hier subharmonics zitten. Deze knop kun je inschakelen en ook met de draaiknop kun je regelen hoeveel subharmonics jij op je basgitaargeluid zou willen. Ik zal zo meteen laten horen wat deze aparte presets met jouw basgitaargeluid doen. Als we dan helemaal naar rechts gaan, zien we dat de basgitaar een DI out heeft. Wat het natuurlijk heel erg makkelijk maakt om de basgitaarversterker uit de versterker zonder er een microfoon voor te plaatsen. Zien we hier de knop voor post of pre-EQ, waarmee je dus kunt kiezen waar je het signaal, je EQ, zou willen hebben van je basgitaargeluid. Als laatste heb ik hier een output mute knop die dus eventueel de basgitaarversterker laat muten terwijl deze wel aan kan blijven staan en de buizen dus wel warm kunnen blijven. Het is namelijk een buizen basgitaarversterker en deze werkt op een 12AX7 eindversterkerbuis. Hier helemaal rechts heb ik nog de tuner output, heb ik nog een line-out en heb ik hier de master volume van de basgitaarversterker top. Aan de achterkant van die versterker zit eventueel nog een speaker uit om aan een kabinet te koppelen. Zit nog een line-in, zit nog een footswitch knop om dus eventueel presets met een footswitch te kunnen bedienen. En zit nog een effects loop waardoor je eventueel je echo's of je delays buiten de voorversterker om zou kunnen laten gaan om dus geen vervorming op je delay en echo effecten plaats te laten vinden. Ik ga je nu laten horen hoe deze basgitaarversterker top klinkt met verschillende presets en dat doe ik door deze Fender Elite Jazz Bass, de nieuwe Fender serie, en dat doe ik door deze TC Electronic K410, het 4x10 basgitaarkabinet van TC Electronic. Thank you.
A9-band uit. Harmonics in. Ben jij als basgitarist nou op zoek naar de aankleding van jouw basgitaarversterker geluid? En ben je op zoek naar een professionele invulling van het geluid? Dan kan deze Ashdown wel eens een basgitaarversterker top zijn die jij zou willen uitproberen. Je kan er natuurlijk je gitarist helemaal wegblazen met dit 4x10 kabinet. Maar je kan ook op een laag volume in kleinere zaaltjes, kleinere kroegjes ook prima mee spelen. Zoals je hebt kunnen horen geeft hij een vrij breed scala aan geluiden en is hij voor veel verschillende stijlen inzetbaar. Mocht je hem daarom uit willen komen proberen, kun je naar onze winkels toe komen. Onze productspecialisten staan daar voor je klaar om je verder te helpen met deze basgitaarversterkertop. Mocht je nu meer willen weten over deze basgitaarversterkertop, kun je beneden scrollen, op de link klikken en dan ga je naar de webpagina van Baks Music. Daar vind je alle achtergrondinformatie over deze basgitaarversterkertop. Vond je dit een leuke video? Laat een like achter, abonneer op ons kanaal en graag zie ik je volgende keer weer bij een nieuwe review.